Ik maak me ernstige zorgen, ja, nadat ik dat nieuws heb gehoord over Chrome 6, wat niet bekend was en waar wij geen veiligheidsvoorschriften voor hebben gekregen. Ik heb in 2005 heb ik daar gewerkt, 4 maanden. Ik ben binnen 2 dagen ben ik ziek geworden op Trom en ik mocht niet weg bij Trom. Er is onze ziekte genegeerd, maar destijds heb ik moeten braken. Ik wist niet waar dat vandaan kwam en het is ook nooit onderzocht of niks. Ze hebben mijn uitkering 20% ingekort, omdat ik ziek werd en ik mocht niet weggaan. Ik wilde weg, maar mocht niet weggaan. En daarna, toen hebben ze mijn uitkering ingekort en ik heb daar een advocaat in genomen. En ik heb die uitkering teruggekregen, 100%. U heeft een hele hoop stof ingeademd daar? Wij hebben gewerkt in erbarmelijke omstandigheden. De treinen werden gewoon voor ons neus geschuurd. Er is in zo'n trajectplan van de Trom nooit een veiligheidsvoorschrift voorgeschreven. Hoe en wat wij moeten aandoen of niks. Ik had helemaal niks aan. Ik heb daar koffie, thee, lunch verzorgd en schoonmaakwerkzaamheden. Doordat ik ziek werd, moest ik ook aan de treinstel gaan schuren. We hebben geen mondkappen of niks gezien. Geen enkel veiligheidsvoorschriften. Niets. Hoe is het nu met u? Ja, ik ben moe. Ik heb ook die braken die ik toen had, krijg ik ook zo nu en dan tussendoor. Maar ik heb voornamelijk zo'n lichamelijk moeheid. Voor mijn leeftijd moet dat niet kunnen, omdat ik altijd sportief iemand ben geweest. Als ik bijvoorbeeld ga boksen in mijn warming-up, ben ik al moe. Terwijl iemand van mijn leeftijd die niet moet kunnen. Binnen 5 minuten of zo ben ik al. En dan gaat mijn adem helemaal moeilijk doen. U had een gesprek met het RIVM. Hoe vond u dat? Ik vind die gesprek van RIVM gewoon uitzichtloos. Ik heb daar geen enkel. Mijn vragen zijn niet beantwoord. Hij kan het ook niet beantwoorden, want hij weet ook dat met Chrome 6 binnen 120 uur uit je lichaam is. En een dokter kan het ook niet weten. En ook RIVM niet. Dus niemand kan het vinden eigenlijk? Nee, ik maak me ernstige zorgen. Ik krijg paniekaanvallen sinds de nieuws. Ik ben bezorgd. Wat heeft Chrome met mijn lichaam gedaan sinds 2005? Heeft het zich ontwikkeld naar andere ziektes? Wat zijn mijn ziektes nu? En is mijn ziekte die van die moeheid en die af en toe braken? Ook nog van dat Chrome 6 van destijds. Terwijl we het niet wisten dat het aanwezig was. En nu? En nu, ik wil, want met schade, als de gemeente zich verantwoordelijk stelt, of wie dan ook verantwoordelijk stelt, met schadevergoeding komt mijn gezondheid niet meer recht. Ik wil hebben dan dat het rechtszaak overweeg ik tegen de producent, fabrikant, van begin af tot de einde, wie hier verantwoordelijk is, ga ik voor de rechter strafrechtelijk laten vervolgen. Ze gaan allemaal voor de rechter staan en ze gaan strafrechtelijk vervolgd worden. Dat is wat ik wil. Als er iets met mij is of andere mensen die net als mij zijn of die ziek zijn geworden. Ik wil een zaak aanspannen hiertegen. Ik proef frustratie en volgens mij is die frustratie niet weggenomen vanavond. Ik ben boos, ik ben gefrustreerd omdat ik over mijn leven onzeker ben. Wat gaat er in de toekomst gebeuren met mij? Daar is mijn frustratie in. Mijn gezonde leven is verwaarloosd. Mijn leven is slechter dan een Chrome 6. En niet waard. Een Chrome 6 waardevoller voor overheid. Dan mijn leven als mens. Daar maak ik me zorgen om en daarom ben ik kwaad.